Kijk, er zit een vogeltje. Ho, lief. Vrouwtjes aan het werk. En wij liggen lekker te rusten. Ja, helemaal leuk, lief en aardig. Ja, lieve vrienden. Het is vandaag zondag. De 16e. Ja, 16 januari 2022. Het is 16 minuten over 4. Ik ben er al beste tijd weer uit, want ik heb de dames al uitgelaten, et cetera, et cetera. En ik heb het een en ander genuttigd. Ik hou nou even pauze, want zoals jullie zien, het keukenraam is leeg. Die heb ik net schoongemaakt, dus het is nou een vitrage van boven halen en ophangen. En weer netjes maken. En weer de plakfolie ervoor. Dan is het weer klaar. En dan hou ik er weer mee op. Ik ben het zat. Ja. Echt, ik ben het zat. De tafel staat inmiddels ook wel weer vol. Maar ach, misschien dat ik dat vanavond even opruim. Ik weet het niet. En anders morgen weer een dag. En morgen ik Stefan ook weer, dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. In ieder geval, wat ik vergeet, zoals gewoonlijk. Maar ik komt ook, ben er niet helemaal bij, hè, kippen valt ervan. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Met zomaar bij één filmpje blijven, net zoals gisteren. Ik heb dat nog, ja, ben er niet helemaal bij nog. Ik hoest nog te veel. En daar word je ook zo ontzettend moe van. Dat je bent blij dat je even wat kan doen. Dus ja, neem me alsjeblieft niet kwalijk. Dat ik jullie even in de koelkast laat staan. Rijken alsjeblieft. Nee, Elwing mag niet. Wat heb je daar nou weer? Oh, niks. Ik dacht dat ik wat zag. Ja, ik dacht dat ik wat zag. Hé? Hopie dopie. Nou zeg, gek beest. Hé, wie is te gek? Hé, wie is te gek? Rijker gek? Is Rijker gek? Hé, hé, hé. Mag jij dat? Gezegd. Mag jij dat? Mag jij dat? Heb de kussen bijten. Ja, je weet het, hè? Foei. Ja, en als ze weet dat ze stout is, kruis van de deethoek. Met andere woorden, kun je lekker niet bij me komen. Ja, uitgekookt. Slim hoor. Ja, kleine doerak. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Vandaag gaat de telefoon die ik op meeneem zo. Doei! Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag, de 17e januari. En dat allemaal weer in het nieuwe jaar 2022. We leven alweer om 14 uur 24. Ik ben lekker laat, want ik heb 2 dagen achter elkaar aan het werk geweest. Althans wel met pauzes, maar ik ben aan het werk geweest. Keuken is tot zover klaar. De stal heb ik al opgeruimd. Dat is al weg. Dukkie zit weer op zijn plaats. Mijn mannetje staat daar weer, dus ja, dat hoekje, ja, ik moet de kersttakken natuurlijk nog weghalen en de slingers allemaal nog. Maar ik zit nou, ja, de slontafel, jullie zien in het, ik heb, ook de televisie ben ik al mee bezig. Daar is al het een en het ander weg. Dus ja, tenminste, het is niet de televisie, het is een plank die erboven zweeft. Dat, ik ga zo meteen even lekker met de meisjes het zonnetje in. Maar het schijnt koud te zijn, want als je naar buiten kijkt en je ziet er eentje lopen, dat is helemaal dicht. Nou, ik heb liever wat frisse lucht.
Ja, omdat ik nog steeds hoest. Stefan die komt helaas niet. Die heeft de spoedprocedure tussendoor. Dus die komt morgen. Dus morgenochtend heb ik eerst Karin met elkaar, mijn begeleidster. En dan morgenmiddag rond 1:00 of 3:00 is Stefan. En dan probeer ik er tussenin bij de huisarts terecht te komen. Ja, moet ik nog verbellen morgenochtend vroeg. Ik zou het vandaag gedaan hebben, maar ik was zo moe. Ik denk, bekijk het maar. Morgen weer een dag. Niet wetende ook dat Stefan vandaag niet zou komen. Want anders had ik er al eerder uit geweest. En had Stefan hier om 2:45 gekomen. Ja. Die komt nou dus niet. En dan ben ik er wat later uit dan normaal. En dan ga ik zo eens met mijn hondjes eruit. En kijken hoe en wat ik verder doe vandaag. Maar in ieder geval, ja, ik hoest nog steeds. En dan word je ook echt dood en dood, moe van en lamlendig. Maar ja, wat doe je eraan? 2 keer niks. Ik tenminste niet. Ja, ik heb een hoestdrankje en ja. Tijm siroop heb ik. Wat zelf gemaakt is, niet door mij, maar door degene die ook die kruiden tuin heeft en die kruiden doet. Ja. En dus, nou ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag, want het is hier in ieder geval prachtig mooi weer. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar hier in ieder geval wel. Dus geniet ervan, ik zou zeggen. Kijk, er zit een vogeltje op een bakje, die ik op de container heb gezet, waar stukjes appel in zit. Want dat kregen de dames. En die moest het niet. Maar dat vogeltje lust het wel. Ja, toen lag het op de grond. Kan ik het oprapen. Nou, gaan we dat daar eens maar doen. Wat is dat, Rijka? Elwing hoorde het ook al. Maar ja, dat gaan we straks wel doen.